Een groot deel van de buschauffeurs van Q-bus is er klaar mee. Het communicatiesysteem in de bus hapert. Het systeem zou eigenlijk in maximaal twee minuten moeten opstarten, maar dat duurt soms veel langer. Ook valt het systeem geregeld uit. In een enquête van vakbond FMV geeft 97% van de respondenten aan last te hebben van de problemen met de zogenoemde EVU-box. EV box is dit apparaat wat hier in de bus zit. Uh, het apparaat die, uh, zorgt ervoor dat de buschauffeur uh, contact kan leggen met de verkeersleiding. Het apparaat zorgt er ook voor dat de passagier in en uit kan, kan checken. Het apparaat is, uh, stuurt de printer aan voor, het, door de, voor de verkoop van het buskaartje. En als dat apparaat dus uh, storing uh, geeft, dan vallen al die activiteiten uit. Vervelend voor de reiziger die bijvoorbeeld dan opeens niet kan uit of inchecken. Maar ook voor de buschauffeur. Met name op de zondagmorgen, als er dus nog wat uitstapjeugd is. Wat met de eerste bus naar huis wil. Een 300 m toe. De eerste bus is vaak veel jeugd in. Wat onder invloed is van alcohol. Als die problemen veroorzaken bij de bus. En het apparaat is niet opgestart. Kan die chauffeur dus niet oproepen. Het zou voor onveilige situaties kunnen zorgen. De veiligheid van de chauffeur zit hem hierin. Op het moment dat hij uitvalt, kan de chauffeur geen contact leggen met de verkeersleiding. In uiterst noodgeval zou hij kunnen proberen om de noodknop te bedienen. Uh, mocht het systeem niet helemaal uit zijn, dan zou die noodknop nog werken. Alleen dan heeft hij nog geen contact met die verkeersleiding. Want de verkeersleiding moet inbellen naar de bus toe. En dat gaat weer via dit systeem. Nou, je ziet nu, we zitten ongeveer bijna vier uur in die bus. En het systeem is vier uur geleden aangezet en het is nog steeds niet opgestart. Volgens QBus zorgt een noodknop ervoor dat de veiligheid niet in het geding is. Henk ziet dat anders. Op dit moment, als ik, als ik de noodknop zo indruk bij een calamiteit, dan gaat er bij de verkeersleiding gaan, een aantal belden af. Dan gaat er een, 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 wordt het geluid wat in de bus geproduceerd wordt, wordt opgenomen. De, de camerabeelden zijn er dan bij. Alleen als de reisdeger dus contact wil leggen met die, de leggen met die chauffeur, moet hij naar die bus belden. Van alle verkeer loopt via een, via een telefoonlijn. Het is, gewoon, het, is, het is gewoon een telefoon waar je naartoe belt en die wordt gewoon automatisch opgenomen. Jewers is bezig om de verbindingen te verbeteren. Dat moet in dit kwartaal voor alle bussen geregeld zijn. Ze zeggen al een hele tijd in ons van het gaat sneller, het gaat sneller. Alleen wij hebben niet het idee dat dat nu veel sneller gaat. Ook de politiek bemoeit zich ermee. We praten hier over de wegen uh, in Groningen. Nou, we weten donders goed met elkaar dat de afstanden nogal groot zijn. Stel, je glijdt met je bus in een sloot. Dan wil je op een gegeven moment contact en snel contact kunnen hebben met de mensen die je kunnen helpen. Maar dat geldt ook voor het uitgaansleven hier in de stad Groningen. In, nou, weet ik veel waar, maakt niet uit. Maar als er gedonder is in de bus, zijn er ook andere passagiers die eronder lijden. En daar hebben wij ook mee te maken. Zwart roept de gedeputeerde op tot actie. Misschien zou hij kunnen bemiddelen. En dan praat je over de chauffeurs, over het FNV En uh, over de vervoersmaatschappijen, Cubus. Ja. Uh, daar moet maar een goed gesprek plaatsvinden. Maar er moet wel een oplossing komen. En die oplossing moet niet meer te lang op zich laten wachten. Want dat gesprek dat komt maar moeilijk van de grond, volgens Henk. Aan alle kanten hebben we geprobeerd om contact te leggen met Cubus. Uh, maar ja, Kubus schijnt kennelijk geen uh, interesse hebben om uh, met de, de vakbonden in gesprek te gaan. Wat we heel jammer vinden, van eigenlijk moet je dit gewoon oplossen.